Camera. Zet. Actie. Zomer en Musical World TV, dat betekent verrassende reportages. Zo ook vandaag, het speelfilmdebuut van Freek Bartels. Geen spannende thriller of een fantastische, zielige, romantische liefdesfilm. Nee, Freek debuteert in een Sinterklaasfilm. Als ik in imdb.com kijk, wordt dit zo'n beetje je officiële speelfilmdebuut, de Sinterklaasfilm. Ja, dat klopt. Het is de eerste keer dat ik een speelfilm doe, ja. Waarom heb je nou net deze film voor je verpletterende filmdebuut gekozen? Nou, het was niet een bewuste keuze, maar het kwam eigenlijk per toeval een beetje op mijn pad. Het kwam dat Patrick met de regisseur had gesproken. En Martijn vond van Nellestein. Ja, en die vond het een heel leuk idee. Want ik geloof dat in eerste instantie was het ook één lakai, toch? In het script. Nee, er waren twee. Oh, het waren er wel twee. Oh, nou, en hij vond het een leuk idee dat wij dat dan samen zouden doen. Patrick, waarom dacht je meteen aan Freek toen er nog een vacature was voor een tweede lakei? Nou, nee, Martijn, de regisseur dus, die vond het meteen een heel goed idee dat wij dat samen gingen doen. Dus toen moesten wij even samen overleggen of wij dat ook wel een leuk idee vonden. Omdat we dat eigenlijk een beetje toch gescheiden willen houden. Mm-hmm. Maar goed, de kans dat wij ooit samenwerken in musical vak is vrij klein, aangezien ik heel slecht kan zingen, ofwel niet. Er zijn musicals waarin rollen niet gezongen zijn. Echt waar? Ja, Clayton in Tarzan. Oh, maar jij hebt mij ook nooit zien dansen. Ja, nee, dat is lekker zijn ding. Maar, ja. Dus maar, daarom is het leuk als we toch samen kunnen. Heb je nooit eens gedacht van, oké, op een gegeven moment ben ik zo succesvol in musical, ik ga een speelfilm spelen. Dacht je nou echt aan Sinterklaas? Maar ik heb die gedachte ook nooit gehad, eerlijk gezegd. Dus ik vond het heel erg leuk dat ze aan me dachten en vandaar dat ik hier nu ben. Ja. Het was gewoon, het is, wat ik zei, het is gewoon een beetje toevallig zo bij ons terechtgekomen. En na beraad hebben we gezegd, nou, dat volgens mij is dat wel leuk om dat samen te doen. Ja, nou Patrick, jou heb ik voor het eerst van mijn leven gezien in de Zoepfilms. Ja. Ook in de bioscoop. Heb je Freek heel wat ins en outs kunnen leren over het speelfilmvak? Nou, het is niet zo dat wij nou alle twee de hoofdrol spelen in deze film. Het is natuurlijk... Het vandaag is... even wel voor ons. Oh, voor jullie wel. Ja, nou, het is natuurlijk maar een klein aandeel. En het is, weet je, we kunnen ook een beetje lekker los, een beetje improviseren. En dat maakt het vooral gewoon heel erg leuk. En dat kan hij als de beste. En dat, hij speelt hartstikke goed. Dus dat hoef ik hoef hem daar eigenlijk weinig over te vertellen. Als jij... Oh shit! Niet zo serieus. Niet zo serieus. Ik ken iemand. Adriaan, dat zijn de... Martijn, heb je even tijd voor ons? Ja, voor jullie altijd, Frans. Twee jaar geleden voor het laatst Sinterklaas. Ik dacht, die komt nooit meer terug. Ja, maar Sinterklaas komt elk jaar terug in november terug. Ja, maar we hadden even een pauze, hè? Joris en Boris. Ja, klopt. Vorig jaar Joris en Boris. En we zouden ook toen met een Sinterklaasfilm komen. Alleen we vonden op dat moment dat er drie films in de bioscoop kwamen met Sinterklaas. Dat vonden we eigenlijk te veel. Dus we dachten, wij doen het even een jaartje niet. Ja. We nemen even een kleine pauze. Laden ons er zelf helemaal op. Om vervolgens dit jaar knallend terug te komen met de pepernotengaas. Daar heb je het. Ik heb Tita vorige week een mobieltje cadeau gegeven in haar schoen. En ik heb dat nummer. We kunnen de pakjesboot gewoon bellen. Ja, natuurlijk, hier. Dankjewel. Sinterklaas kan, daar kan je over doorgaan. Die man kan zo ontzettend veel beleven. En het gegeven goed tegen kwaad. Afzetten tegen een hele rijk kadaster aan figuren die eromheen hangen. Mm-hmm. Ja, de verhalen blijven onuitgeput. We kunnen elk jaar door blijven gaan. Gelukkig. Zelfs prinses Beatrix doet mee. Is het niet fantastisch? Ja, we weten dat altijd al dat in het geheime Koninklijk Huis altijd naar onze films gaat in Scheveningen. Dat is wel heel erg leuk. Ja. En nu harige gepensioneerde majesteit die een fantastische bijdrage levert aan dit verhaal. Waarom heb je ja gezegd op de rol van Beatrix in een Sinterklaasfilm? Het is natuurlijk een grote eer als je gevraagd wordt om prinses Beatrix te mogen spelen. Ja. Dus ik heb onmiddellijk ja gezegd. Kende je de films van Martijn van Nellestein? Ja, tuurlijk. Hoe vind je ze? Ja, ik vind ze geweldig. Merk je aan Freek dat je een musical acteur in je vingers hebt? Want musical acteurs, daar merk je wel aan dat die heel snel kleine wijzigingen oppakken. Ja? En heel consequent altijd de handelingen goed exact hetzelfde doen. Dat is wel altijd het fijne van musical mensen. 174, 1.
Zet. Actie. Dat is wel een heel sterk verhaal. Nou, inderdaad zeg. Zelf een heel klein beetje ongeloofwaardig. Wat je zegt. Ja, dat zeg ik. Altijd als ik gastacteurs spreek die meedoen aan een Martijn van Nellestein film, die zeggen dat ze overrompeld zijn door de charme van Martijn van Nellestein. Ze konden geen nee zeggen. Hoe is dat met jou gegaan, Freek? Nou, ik had hem eigenlijk nog helemaal niet gesproken, dus ik heb gewoon blind ja gezegd. Oh. Ik had hem nog helemaal niet ontmoet. Ik heb het alleen maar via Patrick gehoord. Maar je merkt wel meteen als je hier op de set aankomt met wat voor een passie en liefde dit gemaakt wordt. En dat het ook... Het enthousiasme springt er wel van af. Dat voel je meteen. Ja. Het is zo leuk om hier bij te mogen zijn met deze ontzettende leuke mensen, talentvolle mensen en enthousiaste mensen. En dat is toch wat ons vak nodig heeft. Hè? Mensen met een passie om dan ook zulke films te draaien met heel weinig budget. Als peolraad. Waar staat die P voor? Patrick, ik heb Martijn niet gezien dat hij met de zwepen erover ging als een Stanley Kubrick. Nee, maar deze groep mensen die werken eigenlijk al jaren met elkaar. Dit is natuurlijk al volgens mij de vijfde film, als ik me niet vergis. Dus ja, ze zijn zo op elkaar ingewerkt en ze hebben gewoon een weinig woorden nodig. En dat merk je gewoon, dat er een hele relaxte, terwijl er onwijs hard wordt gewerkt, want het gaat eigenlijk best wel snel. Je hoeft eigenlijk bijna helemaal niet te wachten in deze set. Ja. Dus ja, daar hangt eigenlijk het is gewoon een feestje eigenlijk om dit te doen. Wat ik altijd lees over filmopnames, het is 90% wachten en 10% vlammen. Zagen we dat nu net ook gebeuren, Freek? Ja, nee, 60% wachten, denk ik, in dit geval. Nou ja, je moet gewoon, er moeten natuurlijk continu dingetjes verplaatst worden en dan moet je iets weer oppikken en dat hoort er wel bij, ja. Ik moet je niet alleen maar feliciteren met deze speelfilm, maar ook met de terugkeer van de Jantjes. Het is niet alleen maar een succes, maar een knalsucces geworden. Ja, te gek hè. Ik ben ook zo blij dat ik die rol weer mag spelen. Want ik denk, ik moet 5 jaar wachten voordat ze weer gaan spelen. Niet schrikken, over een jaar zitten we er gewoon weer bij de Jantjes. Dat hoop ik wel, maar ik hoop eerst dat jullie komen kijken in oktober. Dan ga ik een nieuwe theatershow doen. Oh, ja. Het wordt een heel mooi programma met mooie kleine liedjes, maar ja, ook hele vrolijke liedjes. Maar het is een en al herinnering. Ik wil die graag met je delen, dus niet alleen maar in oktober naar Sinterklaas, maar ook naar Willeke zelf weer. Nou ja, ik zou zeggen, je bent meer dan van harte welkom. We zijn erbij. Ik ga zorgen dat jullie dit probleem uit de wereld gaan helpen. Nog een keertje even, geef alleen maar de tekst, iedereen kan blijven staan. Ik hoor mensen praten. Iedereen stil. Wat gaat u doen? Kijk maar naar koningin wat ze doet en zeg maar wat gaat u doen? Wat gaat u doen? Ik ga zorgen dat jullie dit probleem uit de wereld gaan helpen. Helemaal goed. Patrick, wij hebben de scène mogen volgen, maar we moesten op veilige afstand staan, dus we hebben hem half gehoord. Leg eens uit wat er in die scène gebeurt. Ja, wat gebeurt in die scène? Nou, die twee kinderen die zijn hier eigenlijk bij de koningin gekomen. Dat vinden wij eigenlijk niet zo leuk. Ik kijk een beetje neer op het gewone volk. Het is gewoon maar weg ermee. En dan heeft de koningin weer minder aandacht voor ons. Nou ja, goed. De koningin die nodigt ze toch uit om wat te eten. En ze vertellen dat verhaal dat ze hulp nodig hebben. Nou, wij geloven er eigenlijk niet zo in. Willem-Alexander die belt nog. En, ja, die is nodig voor de koninklijke helikopter. Ja, maar die is bezet. Want Maxima moet ook nog de lucht in. Dus dan besluiten ze uiteindelijk... Dan besluiten ze uiteindelijk de luchtballon. Dat spektakel krijgen we dan nog te zien. Wij gaan zo een luchtballon in. We gaan vliegen. Doodsbang, op hoogtevrees. Dus we gaan het zien. Oh, hou je vast! Hou je vast! Ah. Voordat ik jullie dankjewel zeg, even een dilemma. 29 september gaat deze film in première. Dat is ook de dag dat jullie vast en zeker door Albert Verlinde worden uitgenodigd op de première van Flashdance the Musical. Wat wordt de keus? Oh jee. deze film? Ja, maar... Ja, als het dan toch mijn eerste speelfilmdebuut is, dan wil ik het ook wel gewoon op het doek zien. Dus maar ik denk, dit is in de ochtend, hè? Dit wordt niet een avondpremière. Dit kan lekker in de ochtend zijn en dan gaan we s'avonds lekker naar Flashdance. Met deze uitkomst had ik jullie willen verrassen, want het is altijd om 9:30 ochtends. Oh, ja, kijk. Heren, dank jullie wel. En ik ga natuurlijk 29 september vooral van deze scène genieten. Patrick, dank je wel. Dank je.